Ah, ja, het is afgelopen. B&B vol liefde. Het is klaar, jongens. We zijn er doorheen. En ja, dat wordt even wennen. De komende weken. Ja, voor jullie en voor mij. En weet ik veel. Voor de liefhebbers in ieder geval. Die jodelaai die, hè. Hebben jullie daar goed naar gekeken? Heb je goed gekeken ook wat ze zei? Dus ze pakt dan zo'n glas wijn. En ze begint dan tegen die voetbalfiguur. En tegen die Erik. En dan zegt ze van... ja, ik denk dat ik er toch wel bereid ben om te gaan onderzoeken wat er eventueel tussen ons is. Hey, jongens, jullie en ik, we zijn toch wel eens verliefd geweest? Dat je vlinders en dat je denkt van, ik moet je nou vastpakken, godverdomme, kom mee naar bed en heb je bovenop en die. Dat hebben we toch allemaal niet gezien? Daar, tussen Jodelaïti en... Ik ga je wat voorspellen, vrienden. Dat gaat echt niks worden, hoor. Met die Jodelaïti en die trein. Nee, dat wordt echt helemaal niks. Nou, dat is jammer. Dus die kunnen we afschrijven. En dan hebben we natuurlijk nog ongemakkelijk. Poeh, zeg. Ongemakkelijk. Wat erg was dat, hè? Dat is, ja... Dat meisje moet echt nooit meer gaan daten. Die moet gewoon... meld je in een klooster, weet ik veel. En, want ik weet ook niet wat zij nou wil. Zij wil dus, zeg maar, George Clooney met diepgang. Dat wil ze. Ja, dat wil ongemakkelijk. Nou, die zijn niet te vinden. A, heeft George Clooney helemaal geen zin in jou, ongemakkelijk. Want die heeft geen zin om op een ijsberg te gaan wonen. Dus nou, laat dat nou maar zitten daar in Italië. Nooit meer aan mannen denken. En klaar. En weg ermee. En volgend seizoen gaat het door, hè? Ja, dat is wel goed nieuws natuurlijk, vrienden. Maar wie zouden we dan terug willen zien eventueel volgend jaar? Nou, ik weet het wel. Kijk, al die anderen hoef ik helemaal niet meer. Roosendaal en Valducia, daar hoef ik allemaal niet meer terug te zien. Daar ben ik allemaal mee klaar. Maar wie ik wel wil terugzien is vader Jacob. Ach ja, die vader Jacob. Ach, dat is nou toch ook wat. Die kreeg daar het kwallenballenkwartet over zich heen. Wat een stelletje vervelende vrouwen, zeg. Ach, ach. En die man die kreeg er ook 4 tegelijk op zijn dak. Dat is toch ook oneerlijk. En dan 4 keer vervelend in 1 keer. Dus dan denk ik bij mezelf, we moeten vader Jacob eigenlijk een herkansing geven. Er moet toch gewoon een leuke vrouw te vinden zijn voor vader Jacob. En dan is misschien vader Jacob ook een stukje aardiger en leuker. Ik denk het wel. Dus laten we die nou nog een kans geven volgend jaar. En wie zeker een herkansing moet krijgen, dat is natuurlijk, ja... Bonjour! Ja, bonjour! Dat is onze man voor volgend seizoen. Die moet zeker terugkomen. Want kijk, zo lomp is ook weer zo leuk. Dat is het gewoon. Ja, wat heb je hem weer gezien? Tegen Friesland Boppen. Ach, die arme vrouwtje. Die kreeg ook de ene Noorse opmerking naar de andere naar haar hoofd. Ach, dat arme vrouwtje. En ja... En nu zit hij alleen, natuurlijk. Ja, waar vind je het gek? Als je zo starrig zoals hij... Ja, starrig is de combinatie van stug en narrig. En ja, dat heeft hij gedaan. En daar valt natuurlijk geen vrouw voor. Maar ja, er moet natuurlijk iets te vinden zijn op het potje. Bonjour. Daar moet toch natuurlijk wel een of andere leuke of een vrolijke kenauw of zo'n goede bitch dekseltje moet passen op dat lompe potje bonjour. Dus dat moet te vinden zijn. En dat moeten we volgend jaar gaan uitvinden. Vrienden, tot volgend jaar weer bij de B&B Vol Liefde.